Fact-checker. Hallo, ik heb een hele belangrijke brief gestuurd naar Mark Dullaert. Mark Dullaert is kinderombudsman geweest. Ook heeft Mark Dullaert een geschiedenis in onder andere de mediastad Hilversum. En ook heeft Mark Dullaert de stichting Kids Rights opgericht. En Dullaert is momenteel voorzitter van Kids Rights, wat een NGO is. Een non-governmental organization. Een niet-governementele organisatie. Verder is Mark Dullaert actief voor onder andere het CDA. Een opvallende postzegel is gebruikt voor het posten van deze brief. Beatrix, Maxima en Willem-Alexander staan erop. Eronder staat de vraag, zijn alle drie biseksueel? Ze delen een stamboom met de biseksuele Willem II. Homoseksualiteit, geslachtsdiversiteit, inclusief biseksualiteit, is erfelijk. Hier zie je mijn brief van de hoogste importantie vlak voordat deze de envelop inging. Het uitknippen is met de GIMP software gedaan. GIMP is een gratis grafisch programma voor digitale beeldbewerking. Voor onder andere het bewerken van foto's op de computer. Ik zal even mijn brief van de hoogste importantie voorlezen. De brief scrolt langzaam mee. Ik begin. Aan Mark Dullaert. Hallo Mark Dullaert. Het posten en afgeven bij PostNL van deze brief is vastgelegd op video. Je mag deze brief bespreken met derden. Graag ontving ik dan een informatieve reactie. Ook laverend. Ik begin. Internationaal gaat het niet goed met samenlevingen. Over de gehele wereld zijn massa's aan mensen misfits. Onder andere geslachtsdiffusen maken daar onderdeel van uit. In Nederland zitten heel veel geslachtsdiffusen, homoseksuelen, hoog in de hiërarchie. Geslachtsdiffusen vooraan in de pikorde. In de politiek is dit zo, bij de media ook, bij universiteiten, etc. Profiteert men stiekempjes van een bepaalde kruiwagen, voorgetrokken, zitten in alle sectoren van de Nederlandse samenleving veel geslachtsdiffusen vooraan in de pikorde. Ik heb een lijst gemaakt van personen die mogelijk geslachtsdiffus zijn. Zijn ze allemaal geslachtsdiffus? Welke kun je bevestigen en welke niet? Bijvoorbeeld, is Alex Brenninkmeijer geslachtsdiffus? Alexander Pechtold? Andries Knevel? André Rauwvoet? Antoinette Herzenberg? Arie Boomsma? Arie Slob? Arnon Grunberg? Barbara Barend? Bram Moscovic? Derek Sauer? Diewertje Blok? Dionne Staks? Dominique van der Heijden, Edwin Evers, Erika Terpstra, Erik Akerboom, Eva Jinek, Felix Meurders, Ferry Mingelen, Filemon Wesselink, Fons de Poel, Frans Bauer, Frits Wester, Frenk van der Linden, is Geert Wilders geslachtsdiffus, Gislaine Plag, Guusje ter Horst, Haptamu de Hoop, Hans Spekman, Hans Wiegel, Harm Beertema, Herman Wijfels, is Ivonie geslachtsdiffus? Wat precies is Jaap Jongbloed geslachtsdiffus? Jan Smit? Jeroen Pauw? Is John de Mol senior geslachtsdiffus? Johnny de Mol junior? Joop van den Ende? Jort Kelder? Jurgen van den Berg? Qatar Bouchalikt? Kees Boman? Lara Rensen? Is Laurentien Brinkhorst biseksueel? Lisa Westerveld? Maartje van Wegen, ben jij Mark Dullaert geslachtsdiffus? Wat precies is Marcel Oosten geslachtsdiffus? Margreet Spijker, Margriet van der Linden, Marielle Paul, Marielle Tweebeke, Maria van Bijsterveld, Mark Rutte, is Matthijs van Nieuwkerk geslachtsdiffus? Biseksueel, is Mieke van der Wijn geslachtsdiffus? Niluver Gundogan, Özkan Akyol, Paul Reumer, Paul Snabel, Paul van Menen, Paul Witteman, Peter Quint, Pieter Jan Hagens, is Reinier van Zutphen geslachtsdiffus, René Peters, Rick Nieman, Roelof Bisschop, Ronald Plasterk, Ron Keunig, Sander Dekker, Sharon Dijksma, Sigrid Kaag, Splinter Chabot, Suzanne Bosman, Sven Kokkelman, Thijs van den Brink, Twan van Peperstraten, Twan Huis, Victor Brandt, Winfried Baaiens, Zohir El Yassini, etcetera, etcetera, enzovoorts. Zoveel geslachtsdiffusen, met name biseksuelen. Misschien dat ik een enkeling niet helemaal goed ingeschat heb,
maar het overgrote deel zal inderdaad geslachtsdiffuus zijn. En schijnhuwelijken passen ze schijnhuwelijken toe, een straight hetero stijl suggererend, bijvoorbeeld tussen een mannelijke biseksueel en een vrouwelijke biseksueel. Komt je dit bekend voor? Is het echt een hele hoge drempel om toe te geven geslachtsdiffuus te zijn? De geslachtsdiffuse kan er niets aan doen. De oorzaak ligt bij de ouders. Is Nederland zo sociaal, liberaal en vrij? Nee. Zijn Willem-Alexander en Maxima Sorigette ook al geslachtsdiffuus? Biseksueel? Dus dat hele gezin? Die hele familie? Ze stammen toch af van de biseksuele koning Willem II? Het is erfelijk. Zoveel geslachtsdiffuse hoog in de hiërarchie. Is dit onder invloed van het geslachtsdiffuse koninklijk huis? Het is een matriarchaat en er is geen ruimte voor een patriarch. Te gedisciplineerd? Opmerking tussendoor. De ene homoseksueel geslachtsdiffuse laten ze hoogwaardigheidsbekleden worden. En de andere geslachtsdiffuse door al met al vervalt bijvoorbeeld tot in de prostitutie. Een hoop geslachtsdiffuse, met name biseksuelen, zitten in de prostitutie. Dat klopt toch? En wie of wat is nou toch die kruiwagen? Is dat stiekem weg de AIVD-atmosfeer? Is het gay en van de AIVD? Heeft het een bepaalde etnische achtergrond? By the way, ik heb ook die achtergrond. Is er eigenlijk zodoende geen sprake van quasi-carrière-tijgerij? Omhooggevallen carrière-tijgers. Het kweekt de afmattende redrace. Fnuikend voor een dosis mensen, kinderen, volwassenen. Door dit alles aan te kaarten ben ik veroordeeld geworden. Het vonnis was niet valide. Ik heb recht op rehabilitaties. Ik ben op het spoor gekomen van dit alles. Onder andere naar aanleiding van een paar gesprekjes met een psycholoog. Ook heb ik contact gehad en feitelijk heb ik nog steeds contact met parapsychologen. Parapsychologen in overheidsdienst? Van die heb ik onderavige informatie gekregen. Parapsychologen ondergebracht bij een geheime overheidsdienst? Kun jij en jullie eens onderzoek doen naar al dit hiervoor genoemde? Al die geslachtsdiffusen, al die would-be carrière-tijgers. Dit kan niet de bedoeling zijn. Wat wel de bedoeling moet zijn, weten genoemde parapsychologen. Wanneer ergens een hetero jongetje geboren wordt, dan wordt ergens anders op een gegeven moment een bijbehorend hetero meisje geboren. Er is dus sprake van voorbestemming. Exact en ideaal is het wanneer genoemde twee op volwassen leeftijd elkaar ontmoeten en bij elkaar blijven. En een leven bestaat uit twee fasen. BDE's bewijzen dit. BDE is bijna doodervaring. Je tweede fase wordt bepaald door je bewustzijn. Een schoon geweten zal baat hebben. Er zijn een heleboel hiernamaalsen. Bijvoorbeeld Willem Holleder komt op een gegeven moment ook in een hiernamaals. Foul play wordt er toegepast. Is men hebberig, asociaal, antisociaal? Wat zal dit onbewust veroorzaken bij onder andere de jeugd? Wat zal dit onbewust veroorzaken in samenlevingen? Heel wat namen zijn genoemd in relatie tot het geslachtsdiffuus zijn. Wie en wat kun je bevestigen? Kan jij en jullie wat aan onderzoeksjournalistiek doen wat dit betreft? Hoe moet dit nou opgelost worden? Hoe moet dit gecommuniceerd worden? Hoe moet bijvoorbeeld de media dit brengen? Iedereen op deze wereld moet dit alles toch eigenlijk weten. Graag een informatieve reactie. Ook graag een laverende reactie, zodat we niet hoeven te echoen. Stalking kan dit onmogelijk zijn. Ruptuur is hierover. Ware getuigenissen zullen aan het gemoed lucht geven. De wal keert het schip. Ik doe dit niet voor geldelijk gewin. We moeten naar een wereld zonder geld. Er moet gekozen worden voor ruilhandel en zo. Ook weer zonder pecuniair gewin. Iedereen evenveel. Everyone as much. Dus graag een informatieve reactie en ook graag een laverende reactie. Doe dit maar per e-mail. Stuur bij voorkeur een e-mail naar story.fact.checker@gmail.com. Mag ik je en jullie anders opbellen? Wie zwijgt stemt toe. Met vriendelijke groet, Gerard de Groot van onder andere het YouTube-kanaal Factchecker. PS, kan ik een interview met je krijgen aangaande al het onderhavige? Zo, dat was het voorlezen van mijn brief van de hoogste importantie. Het is nu ongeveer een week geleden dat ik mijn brief Mark Dullaert toegestuurd heb. Ik heb nog geen reactie ontvangen van Mark Dullaert. Misschien moet ik een herinnering sturen. Ten slotte kan nog gekeken worden naar het daadwerkelijk deponeren van de brief in een brievenbus van PostNL. Gegroet.
Fact Checker.